De vestigingen van McDonald's en BP langs de Wippeldelaan in Wateringen moeten weg voor verbreding van de provinciale weg. En de twee bedrijven voelen zich overvallen door het besluit van het provinciebestuur van Zuid-Holland dat ze moeten verdwijnen. Dat bleek vandaag tijdens een commissievergadering van provinciale staten op het provinciehuis in Den Haag. Om de doorstroming op de drukke Wippeldelaan te verbeteren gaat de weg tussen Den Haag en Wateringen flink op de schop... Het moet de oplossing zijn voor de vele opstoppingen en files op de belangrijke provinciale weg. Maar deze McDonald's en het tankstation moeten daarvoor wijken. Wij zijn natuurlijk enorm teleurgesteld, omdat dit besluit is ons nooit eerder meegedeeld. Er is nooit overleg gepleegd van: joh, houd er rekening mee. Heel serieus rekening mee dat je eventueel geamoveerd zou worden, dat het wegbestemd zou worden. Dit is één van de drukste verzorgingsplekken langs een provinciale weg in Nederland. Dagelijks maken er 2000 mensen gebruik van. Toch kiest de provinciebestuur voor deze oplossing. Omdat er ook op andere plekken getankt kan worden. Deze verzorgingplaats gaat dan vervallen of komt elders terug. Daar moeten we nog even naar kijken. Maar dat is juist ook om die zwetzone om uh, daar ook een stukje aan toe te kunnen voegen. Dus eigenlijk het aan hoeveelheid natuur niet uh, te veel te gaan verminderen. Want anders zouden we een tankstation midden in dat natuurgebied terug moeten zetten. En dat willen bewoners, uh, denk ik, ook terecht niet. Dit zal een heel lang traject worden. Ik vermoed wel welke kanten wij heen zullen gaan. Dit. Het uh, besluit zal wel met wat aanpassingen aangepast worden. Maar het, betekent, het zal ongetwijfeld betekenen dat er voor ons geen plaats meer is. Uh, ja, Dat worden hele jarenlange uh, rechterlijke zaken, procedures, tot de hoogste instanties aan toe. Dat gaat het worden.